ineens benauwd, alsof ik echt... Het bleek een spannende dag te worden vandaag ineens, want ik kreeg een mailtje van het LUMC dat ze de uitslag hadden van mijn klinisch genetische test. Ja, dat heeft best wel veel consequenties. I just wanna see where your love can take me. When I'm with you, no, the world won't break me. Hi, lieve tatties, welkom bij een nieuwe video. Nou, het is de dag van de derde chemo van fase 2. Ik heb dit keer wel even een kussentje meegenomen voor in mijn nek, dat ik gewoon wat beter kan liggen. Sergio neemt lekker Jesse Silver mee vandaag, terwijl ik in het spa-oord zit. Tak, een cavia. Tak, papa, een cavia. Oh ja. Mooie visjes. Nee, deze wil ik zien. Wil je ze zien? Ja. Kijk dan, kijk daar. Dat zijn hele grote vissen, hè? Zullen we die eentje kopen voor mama? Als verrassing. Zo, dat was weer even een leuk bezoekje aan Aventuria. We zijn nu in een bos en daar stond speelterrein. Dus ik ben eventjes rechts afgeslagen. En ik zie hier ineens een soort van... hondentrainterrein en ik zie geitjes en varkens. Hey, kijk eens daar. En René is klaar, dus we gaan weer terug naar het ziekenhuis. En dan gaan we nog even een formulier halen voor de bloedprikken voor volgende week. Papa. Ja, mama gaan we halen, schat. Papa. Ja? Mag ik een beetje? Ik heb geen chocolaatjes meer, schat. Zometeen thuis hebben we wel een snoepje voor je, oké? Is mama bijna klaar? Hm? En mama knuffelen? Nee, niet doen. Mama! Mama! Goedemorgen, het is vandaag 2 september, het is de dag na de derde chemo van fase 2 en ik moet zeggen dat het best wel goed gaat. Ik had gisteren wel heel even een momentje toen de chemo erin ging en eigenlijk de verpleegsters weg gingen, werd ik ineens benauwd, alsof ik echt ja, een beetje een hand op mijn keel had, zeg maar, dat er iets zo deed dat op mijn keel aan het drukken was. Dus ik had echt wel zoiets van, waar gaat dit heen? Dus ik zei even naar de pleegster van, kan je even komen? Maar ze hebben hem heel even uitgezet. Maar uiteindelijk trok het alweer weg. Dus misschien was het gewoon een manier waarop ik zat. Geen idee. Maar het trok gelukkig weer weg. Nergens last van gehad. Zelfs weer een klein beetje geslapen. Ik had mijn reiskussentje mee dit keer. Maar ook weer niet, ik ben ook nog wel eventjes wakker geweest, laat ik het zo zeggen. Want de vorige keer dacht ik gelijk van zo, ik ga slapen. En ook toen ik thuis kwam, was ik echt wel een stuk minder moe. Dus dat is wel prettig, dus ik hoop dat dat zich doorzet. De allergie is helaas wel weer op komen spelen. Dus geen idee wat het is, maar wel met de anti-allergie. Infuus lijkt het toch weer even beter te gaan. Ik had gisteren van de verpleegkundige een advies gegeven die zij gebruikt voor haar kindje, ProShield. Dat is ook allemaal bij biologisch. Voor nu gebruik ik gewoon maar eventjes dit. Dat is koelzalf, droge of zeer droge huid van DiPharma. De verpleegkundige vertelde dat ze gisteren ook al een beetje... littekenvorming zag op mijn hand van waar het infuus wat vaker wordt geplaatst. Maar hij ging er weer in en daar gaat het om. Vandaag is het donderdag en de moeder en de stiefvader van Sergio die komen ook even gezellig langs. Wij zitten aan de tafel
Want meneer vertelde dat hij helemaal nat was en dat klopte. En het bedje ook. Dus alles zit al in de was. Sergio is lekker aan het slapen, want hij heeft een nachtdienstje gehad. Dus we beginnen de ochtend relaxed. Het is vandaag 2 september. Het bleek een spannende dag te worden vandaag ineens. Want ik kreeg een mailtje van het LUMC dat ze de uitslag hadden van mijn klinisch genetische test. Of ik dus een gendrager ben. En ja, dat heeft best wel veel consequenties. En het is gewoon heel spannend. Want als je gendrager bent, dan is de kans gewoon veel groter laten we zo zeggen, mijn tweede borst zou eraf moeten. En mijn eierstokken. En daarnaast, daar blijft het dan niet bij. Dan heb je ook nog mijn familie die zich moet laten testen. En Jesse Silver natuurlijk ook. Mijn zussen, mijn moeder, mijn nichten, neven. Dus, vandaag tussen 4:30 en 5:00 zou ze bellen. En ik ben geen gendrager. Wat een opluchting toch. Ik had voor mezelf eigenlijk al het doemscenario bedacht. Namelijk dat ik ging er eigenlijk gewoon vanuit. Laat ik er nou gewoon vanuit gaan. 2 borsten eraf, eierstokken eruit, prima. Maar het gaat zoveel verder dan dat. Het blijft niet bij mij. Je belast gelijk. Niet per se dat ik dat doe en dat ik een soort van besmettelijk ben. Maar het is een belasting gelijk voor je familie. Die dan ook ineens de spanningen krijgt. Misschien de kans, de hel waar ik nu in zit, dat zij dat ook moeten ondergaan. Of misschien preventieve dingen moeten doen. En ja, in principe is dat nu gewoon van de baan. Waar ze nog wel even extra onderzoek naar doen, is het Li-Fraumeni-syndroom. En dat komt ten eerste omdat ik natuurlijk jong ben. Ik heb meerdere tumorsatellieten in mijn borst. Maar ook omdat mijn vader overleden is aan een hersentumor in 2015, op 64-jarige leeftijd. En dat was eigenlijk binnen 3 weken van diagnose naar overlijden gedaan. En ja, daar hebben ze verder ook geen onderzoek volgens mij naar gedaan. Het ging zo snel allemaal. En dat valt in het rijtje. En Li-Fraumeni houdt in dat je gewoon in je hele leven 80% kans hebt om tumoren te ontwikkelen. En ja, dan kan je wel elk jaar een bodyscan laten doen om in ieder geval er snel bij te zijn. Maar dat heeft veel meer consequenties. Dus ook dat je natuurlijk misschien beter niet in de zon kan gaan. Bestraling voor wat ze waarschijnlijk bij me willen doen. Dat het juist kans geeft op een tumor te ontwikkelen. Dus. Maar voor nu, omdat ze daar extra onderzoek naar laten doen bij het Antonie van Leeuwenhoek huis. Ik hoop dat ik het goed zeg. Moet ik daar nog even 2 à 3 weken op wachten. Bij hun kwam het als negatief uit. Dus de kans is klein dat het bij hun wel zo is. Maar 100% kunnen ze niet geven natuurlijk. Dus ik ben super opgelucht. Ook weer dus goed nieuws. Geen uitzendingen. Check. Geen gendrager. Check. Dus het volgende zou zijn dat ze hopelijk geen tumoren vinden in mijn lymfeklieren. Want daar hebben ze natuurlijk via de biopt helaas niks te pakken kunnen krijgen. Dus dat gaan ze pas bekijken tijdens de operatie. En dat ze gewoon zo, dat de tumoren zoveel slinken dat ze gewoon heel goed kunnen wegsnijden. En dat er ook in die snijvlakken geen tumorcellen overblijven. Dat zou het allermooiste zijn in deze negatieve. Maar we kijken graag naar het positieve. En ik ben blij. Ik moest wel even janken weer van opluchting. Nou, ja. Mijn moeder heeft ook een nieuw speeltje gekocht. Ja, volgens mij is het een Airwick soort van diffuser. En hebben dus flesjes bij. En die moeten hier onderin. En op de verpakking staat, draai de droppel af en klik hem in de diffuser. En het YouTube-filmpje doen ze het met 2 vingers. En wij zijn inmiddels al gewoon 3 uur bezig. Om dat kreng eraf te krijgen. Oh, om die dopper af te halen. En ja, ik heb gedraaid, er is van allerlei dingen uitgekomen. Plastic afgebroken, nou bij deze dan, bij die van jou niet. Er staan pijltjes op dat je moet duwen. Maar het doet gewoon niks.
Dan hadden we dus opgezocht. En toen zag mijn moeder dat er dus mensen waren die zeiden, gebruik een waterpomptang. Ik denk, nou, één lijkt het me niet heel erg positief. Voor Erwik, als je dopjes op open moet maken met een waterpomptank. Ik moet gelijk denken aan Hans Steeuwen, die zong net ook eens een waterpomptank. Nee, een snelkookpan. Ja, hij had meerdere daarvan. Ja. Nou. Maar, dit doet vooralsnog niks. Ik gooi hem direct gewoon door de raam naar buiten. Dat zie je ook open. Hij gaat er ook niet af. Hoe dan? Ja, maar moet je ook nog drukken volgens mij, hè? Hey, je hebt hem! Jezus. Maar nu heb je volgens mij gewoon getrokken. Hadden we niet gewoon moeten trekken? Duwen en trekken? Nee. Het is een soort kinderslot, maar het kinderslot werkt. Of nou, het is echt een heel goed kinderslot. Ja, maar kom, dit kan toch weer. Volwassen slot. Gaat toch weg? Ja, dit is niet eens een kinderslot. Nou. Nee, hè? Fucking 3 uur verder. Hey, goedemorgen. Na het spetterende nieuws van gisteren zijn we vandaag lekker weer op pad voor de muren en de vloer en het nieuwe huis dus. En nou ja, we hebben van de week de badkamer gedaan. We gaan nu voor de rest van het huis, de vloeren en de muren. Ja. En de shutters en eventueel een inloopkast. Dus een vervolgafspraak. En vandaag is er een stylist bij die ons een beetje wat sturing kan geven. Omdat ik nogal een stuiterende fashionball ben. Dus ik vind alles heel erg leuk. En kleuren door elkaar, dan wordt het een beetje druk. En René die is daarin wat gestructureerder. Hoewel dus, wij gewoon allebei wel veel dingen leuk vinden. Ja. Maar soms moet je gewoon even keuzes maken. Want anders dan, ja, als je te veel dingen bij elkaar doet, dan past het niet meer. Precies. Dus we maken nu de keuze om naar binnen te gaan. Ja. We maken nu de keuze om naar binnen te gaan. En het is een leuke afleiding van alles. Toch? Wij zitten lekker in het zonnetje. We hebben weer wat andere keuzes gemaakt, hè? Ben je aan het draaien? Even genieten van de zon. Ja. Ja, we hebben weer wat andere keuzes gemaakt. Zo blijf je toch een beetje spelen. En ja, naarmate het huis echt dichterbij komt, kan je natuurlijk echt pas dingen zeker weten en inmeten en zo. Ja. Maar nou, toch weer leuk, kan ik weer een beetje mee spelen in mijn designprogramma, wat ik heb. Komt dus er iets toegespitst naar ons uiteindelijke smaak en idee, zeg maar. Ja. Dus dat is, daar gaat gewoon tijd in zitten. Ja, gaat heel veel tijd daar in zitten. Veel meer dan ik had verwacht. Wij hebben gewoon een hele uitgesproken smaak. Ja. En een dure smaak. Wat ook. Ook dat. Ja, het is wel, het is wel hartstikke leuk. Ja. Het is alleen echt wel een stuk ingewikkelder dan ik dacht. Ja. En ook de juiste mensen ervoor vinden. Ja, en je bent toch geneigd om vaak bij één persoon dan alles te doen. Maar ja, weet je, soms dan ga je ook ergens anders gewoon een leuk behangetje vinden. En ben je goedkoper uit. Ja. Dus, en, nou goed. In ieder geval, vond je dit weer een leuke vlog? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren, belletje aan te zetten. En een zonnebril op te zetten. Zonnebril op te zetten. Laat weer even een leuk berichtje achter. We kunnen niet wachten om het te lezen en te reageren. En dan zien we je heel graag. Heel graag tot de volgende vlog. Ciao.